nu volgt is een demonstratie van de repetitieve stimulatie van de muscus anconeus bij een gezonde vrijwilliger. Eerst ga ik laten zien waar de plakkers geplaatst moeten worden. De actieve elektrode, de zwarte plakker, die plaatsen we op de buik van de muscus anconeus en die ligt tegen de ulna aan. Vanaf het olecranon, een paar centimeter na distaal, is de buik ook te zien en te palperen. Tegen de rand van de ulna plakken we de elektroden. De referentie-elektrode plakken we iets verder naar distaal op de ulna. En de hartelektrode plaatsen we hier uit de weg. Om de zenuw te stimuleren, palperen we het olecranon en de laterale epicondyle. Precies daartussen, bij de aanhechting van de pees van de triceps, loopt de zenuw die de muscus anconeus innerveert. Nu gaan we stimuleren, eerst met een lage stimulussterkte. Daar komt de eerste stimulus, 1, 2. En dan krijgen we een mooie knap. Nog even controleren of de plaats goed is. 1, 2. 1, 2. En als we ons van overtuigd hebben dat we de beste stimulusplek gevonden hebben, gaan we de stimulussterkte langzaam opvoeren. Hij wordt iets sterker. 1, 2. En nog iets sterker. Ja, 1, 2. En dan hebben we eigenlijk bij een relatief lage stimulussterkte van 14 mA al een supramaximale stimulus. We doen daar nog een 30% bij om zeker van te zijn dat de stimulus supramaximaal is. En dan nog één laatste keer. 1, 2. En nu zijn alle omstandigheden klaar om over te gaan op de repetitieve stimulatie. Nu gaan we over op de repetitieve stimulatie van de muscus anconeus. Er komt een reeks van 10 schokken met een frequentie van 3 hertz. Ben je er klaar voor? Ja. Dan komen ze. 1, 2, ja. En hier zien we een mooie, stabiele knap bij 10 stimulaties.